Eric Rugebregt. Net zo makkelijk, denk ik. Ik ben zo blij, dames en heren, beste mensen, dat er zoveel mensen hier zijn. Wat me erg goed stemt is dat ik afgelopen weken in mijn rijtje bij de voedselbank een aantal mensen heb gevraagd van jongens, ik doe dit al een heel jaar lang in mijn uppie. Kom mij eens steunen. Daar heb ik wel heel wat voor dingen voor moeten doen met die goodiebags en toestanden enzovoort, maar ze zijn al wel. En dat vind ik dus heel erg moedig, want ze dragen dan zo'n ding. En dan geef je dus eigenlijk al mee aan van, hey, ik zit niet aan de rijke tak vast, om het dan zomaar eens te zeggen. Dus ik wil jullie ook heel graag uitnodigen, degene die zo'n button niet heeft, die zit waarschijnlijk wel aan de rijke tak vast. Nou, heel dubbel hè, maar goed. In ieder geval wil ik jullie uitnodigen om met die mensen eens een gesprek gaan, want ik ga vanavond mijn verhaal vertellen. Het is heel raar voor mij om nu hier te staan met mensen in de zaal die van alles en nog wat eigenlijk allemaal zelf het verhaal kunnen vertellen. Ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen. Dat is het makkelijkste. Ik weet dat er een hele hoop andere verhalen zijn die misschien nog wel aansprekender zijn of zo. Zou kunnen. Maar daarvoor kunnen jullie vanavond gewoon met die mensen aan de slag. Gaat er naartoe en vraag het. Wat is jou overkomen? Ik ga net als Ralph dat doen wat we altijd gedaan hebben. Ik hou maar een beetje hierbij in de buurt. Dat is goed, hè? Ja, oké. Okay. In 2008 was het jaar waarin de kredietcrisis was. Ik werkte toen bij een bedrijf wat direct gerelateerd was aan de bouwsector. Wat gebeurde er nu? Omdat het dus nieuwe projecten waren waar we van afhankelijk waren, kwamen er dus geen opdrachten binnen. Uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, betekende dat dus dat hij zijn bedrijf op een laag niveau heeft moeten brengen, al zijn medewerkers heeft moeten ontslaan. Het heeft ontzettend veel verdriet gedaan, met allemaal. Dus dat is het eerste begin. Met die kredietcrisis was ik klaar. Ik had geen werk meer. Dat is dan één ding. Ik was ook 59. Dat is een ander ding. Ik heb me 3 keer in de ronde gesolliciteerd, al van tevoren. He, want je ziet zoiets aankomen. Het is echt niet zo dat ze uit de lucht komt vallen. Je voelt het aankomen. Dus je gaat solliciteren, je gaat je dingen doen. Proberen weer verder te komen. En er gebeurt gewoon helemaal niks. Honderden sollicitatiebrieven geschreven. En ik heb het al zo vaak gezegd. Ik moet de eerste ontvangbevestiging nog krijgen. Ja. Dan moet ik mezelf blijven motiveren. Hè? Dan die sollicitatietraining doen. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zo doen, je moet zo doen. Net alsof er aan mij van alles nog wat mis is. Er is aan mij helemaal niks mis. Ik kan goed werken. Ik doe van alles. Ik kan overal bij zijn. Alleen, ik moet wel een kans krijgen. Ze moet me gunnen om te kunnen werken. Maar op een of andere manier ben ik dan te duur. Of ik heb dan iets te lang niet gewerkt en dan in één keer zou ik niet meer kunnen werken. Dat is onzin. Nou ja, de WW waar ik dan in terecht kwam. Ja, als ik nou, dat zal ik gewoon maar eerlijk zeggen. Hè? Want doe maar gewoon even op de keukentafel zitten. Toen ik bij dat bedrijf wegging, toen had ik €2100 netto. Nou. We kunnen best leuke dingen mee doen, dacht ik zo. Hè? Zo'n hele hoop mensen zeggen van, nou, dat wil ik ook wel. Nou, dat is ook zo. Maar ja, als je dan de WW ingaat, dan krijg je daar 70% van. En dan moet je even €700 gaan bezuinigen. In een paar maanden tijd. Heb je dat wel eens gedaan? Moet je proberen om heel snel, hè, want je zit allemaal aan contracten vast en voordat het allemaal geregeld is en gedaan is, voordat je dit doet, dan heb je al in ieder geval, nou, dan heb je wel een spaarrekening, daar kun je allemaal nog wel een beetje die dingen mee ophangen. Maar je ziet dus op een gegeven moment dat de tijd verstrijkt, dat ook die buffers minder worden. Hè, je moet zoveel dingen afleren, ja, dan ben je een of andere Duitse concern, waar je dan heel makkelijk zo van die dingen meeneemt, weet je wel, ach, het is niet duur en het is wel handig. Dat moet je allemaal afleren. Echt afleren. Maar voordat je in de gaten hebt dat je nooit ver genoeg gaat, heb je al heel veel schade geleden. He, want dat heb je toch weer gedaan. Ja, ach, dus, hup, keer weer een plukje uit je spaarrekening, weer een plukje uit je spaarrekening. Op een gegeven moment staat het nee. Ik ben zelf redelijk goed onderlegd in cijfers en computer en toestanden enzovoort. Dus ik kan daar wel redelijk mijn weg in vinden. En op een gegeven moment kom je dan toch op een moment dat die WW wel steeds doorloopt. Overal met je, met je kop tegen de muur aanloopt. Zo'n klein budget hebt, steeds verder. En dan ja, komt die bijstand om de hoek kijken. Nou, dan ga je dus naar het gemeentehuis. Nou, dat is dus echt heel raar. Dan ga je in de stoel zitten, gaat de deur open, komt er een jonge dame uit. Die gaat ook zitten, een paar paklakken. En een van de eerste dingen die ze zegt tegen mij, meneer, waar u in ieder geval geen rekening mee moet houden, is dat u zomaar bijstand krijgt. U moet wat doen. Of u moet solliciteren, of u moet vrijwilligerswerk doen. Maar niks voor niks. Dat was wel heel raar. Ik had nog niet eens iets verteld. Ik had niet eens verteld wat ik gedaan had. Ik heb nog niet eens mijn cv's kunnen laten zien, al mijn brieven kunnen laten zien. Het was klabbats, meteen begin, boem. Dat is al schrik, hè? Maar het is nog erger schrikken om te zien wat er dan uiteindelijk aan geld nog naar jou toe komt. Naar mij toe komt. Dat betekent het eerst die 700 euro, weet je wel, draad. En toen moest het nog een keer 500 euro. Dan krijg je dus een heel groot probleem, want dan gaan een hele hoop dingen niet meer lukken. Dan moet je kwijtscheldingen aanvragen. Nog nooit van gehoord. Dan moet je zelf maar achter zien te komen. Nou, dan ga je daar allemaal, hè, dat doe je voor de gemeente, de gemeentelijke lasten ga je dus aanvragen. Zo'n lijst aan papieren die je in moet vullen. Nou, oké, nou, dan wordt in behandeling genomen. Jij in de tussentijd lekker in spanning, hè? Wie weet ervan wanneer dat er iets van komt. 2 maanden later zegt iemand anders van, nou, je kunt misschien waterschap ook nog wel doen. Nou, weer heel dezelfde riedel weer doen. Zelfde lijst. Alleen is het 3 maanden later, dus een hele hoop van die bewijzen die moeten dan ook van 3 maanden later zijn. Dus weer allemaal gaan kopiëren en downloaden, kopiëren en weer overleggen. Een heel gedoe. Dan moet je ook de huurtoeslagen en de zorgtoeslag en zo, die komen dan ook steeds frequenter in de buurt. Een hele hoop geregeld. Ik heb internet helemaal plat gesurfd, om het zo maar te zeggen, om erachter te komen van waar heb ik nou recht op, waar moet ik naar kijken, wat moet ik doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen, daar word je niet vrolijk van. Want die dingen zijn allemaal niet geschreven voor de gemiddelde. Ja, voor de ambtenaren, die snappen het allemaal, want die moeten het ons uitleggen natuurlijk. Maar als je er zelf achteraan gaat, dan heb je een groot probleem. He, want dan moet je van de een naar de ander, word je hier linken, daar linken, terug weer linken. Nou, zo blijf je aan de gang. Uiteindelijk weet je dan dat je een aantal dingen niet meer hoeft te betalen. Je weet ook wat je aan bijstand krijgt. Nou, dan ga je gewoon plus naar binnen. Zo simpel. Plus naar binnen. Dat. Nou word je er niet vrolijk van, want je ziet wat je hebt. Staat aan één kant en dan wat er allemaal uitgaat. En het wordt laag. Aan het eind van de rit streep eronder, waar blijft er over? 90 euro per maand. Ik denk, ja. Nee, dan heb ik nog niks gedaan. Dan heb ik nog geen eten, ik heb nog geen kleren, ik heb nog mijn huishoudelijke dingen niet. Daar moet ik dus een hele maand mee doen. In die tijd kreeg ik in één keer een berichtje van de regering. Die zei van luister, het is crisis en iedereen moet meebetalen. Dus ook de mensen die bijstand hebben. En toen ben ik wel even heel erg boos geworden. Want ik ben mijn baan kwijtgeraakt door de crisis. En nu de crisis er is, moet ik ook nog meebetalen om het weer... Nou, dat is driedubbel op, hè, denk ik dan maar. Is maar een tientje, hè? Maar een tientje. Nou, dat gaat eraf. Ja. Toen, nauwelijks 2 weken later, weer een regeringsmaatregel. Verhuurdersheffing. Verhuurdersheffing, zo heet het, hè? Als je, okay. Ja, die verhuurders zijn ook niet zot. Dus die huren gaan gewoon omhoog, want dan rekenen ze gewoon door. Dus 1 op 1. Klaar. 20 euro huurverhoging. Dus nou even rekenen, 90, dat was het. 10 eraf, 80, 20 eraf, 60. Het is maar een tientje, hè? Het is ook maar 20 euro. Zo wordt ernaar gekeken. Maar voor mij, Allah, wat moet ik daarmee? De situatie die is in feite nog steeds hetzelfde. Ik kan hoog springen, ik kan laag springen, ik kan naar voren, ik kan alleen maar stuiteren, maar er gebeurt gewoon niks. Kan je je voorstellen dat als je daar zit, wat het je doet. Dat je zo daar staat te kijken. Nou, ik heb nog 60 euro per maand over. Nou, ik heb net al gezegd, moet ik van eten, er moet ik kleren van kopen, huishoudelijke artikelen. Daar moet ik heel veel van uitgaan. Het moet toch een beetje leuk worden, hè, maar ja, daar hebben we het gewoon niet meer over. Dan ga ik met die 60 euro in mijn zak naar de winkel. En dan pak ik heus niet de dure winkels. Dan pak ik, nou, ik hoef jullie niks. Maar ik wil hier geen reclame maken, maar jullie weten allemaal wel waar ik dan waarschijnlijk naartoe zal gaan. En dan ga ik daar naartoe. En dan doe ik maar niet in één keer alles opmaken, want ja, het is wel heel... Dan heb je 30 euro of zo uitgegeven. En dan kijk je dwars door die kar heen, hè. Daar waren ze doorheen. Dan heb je nog niet lang en nou, niet alles wat je zou willen hebben. Dus dan kom je op een moment en denk je, ja, maar dit ga ik niet redden. Dit ga ik echt niet redden. Dan mag ik dus... Ja, er komt eigenlijk een moment van dat je gaat beseffen dat je naar de voedselbank toe moet. Ja. Het is zwaar kloten, zou ik je zeggen. Als je daar achter komt, dat moet gebeuren. Nou, ik heb weer van opzoeken, wat moet je doen en zo. Nou, alle papieren meegenomen. Helemaal uitgeprint, helemaal klaar. Je hoeft mij niks uit te leggen. Ik kon alleen niet bepalen hoeveel, of ik nou wel of geen ding had om er in aanmerking te komen. Hè. Dat is geen recht, hè. Het moet blij zijn als je het krijgt. Als ik maar onder de 180 euro per maand had, dan kwam ik in aanmerking. Dus ik met mijn papieren tasje op pad. Het was een stralende mooie dag. Voor mij was hij gitzwart. Alleen maar om naar maatschappelijk werk te gaan, waar ik net van nooit niet kwam. Waar je daarbij heel die boel weer op tafel gaat. Ik heb het nog wel op. En nou, achter de computer. Ja meneer, u komt in aanmerking. dat was op een dinsdag en vrijdag mocht ik meteen gaan. Nou, dat was al natuurlijk een hele verademing. Dacht ik. Weet je hoe het is om voor het eerst in een rijtje bij de voedselbank te staan? Ik heb het zo vaak van anderen gehoord en ik hoor dat nog steeds. Er staat dus schaamrood op de kaart dat je met het liefst zo van dat niemand mij maar ziet. Dat hebben ze allemaal. Alles went, maar die eerste keer, het is niet te beschrijven. En ik heb ook later nog vaak mensen gezien die ja, toch met tranen in de ogen daar stonden. Waar zijn wij mee bezig in Nederland? Hebben jullie een oplossing voor mij? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, ja, dat klopt. Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Maar gewoon volgens dat gebeurt. Hè? Maar als je dat doet, dan word je ook heel erg hard gepakt. Als je dat doet, dan word je ook heel erg hard gepakt. Ik bedoel, als ik ga solliciteren, hè, we hebben die van staatssecretaris Kleinsma, die zo heerlijk die quiet ontvangst nam. En die vervolgens een paar maanden later zei van, nou meneer, als u niet netjes gekleed bent, dan korten we u voor 3 maanden. Alleen al het feit dat een bewindsman kan bedenken om een uitkering als een bijstand gewoon te korten, dan vraag je toch om problemen. Die mensen die kunnen niks meer betalen, die krijgen schulden. He, en weet je hoe makkelijk het is om schulden te komen? Kan ik een voorbeeld van geven. Ik vraag huursubsidie aan. In het eerste jaar heb ik WW en een stukje bijstand. Krijg je zo'n soort mixinkomen. Hè? Nou, ze zijn dan prachtig allemaal uitgevogeld. Kun je zien van allemaal wanneer je die inkomen hebt. En ja hoor, ik krijg huursubsidie. Scheelt al. Scheelt een hele hoop. Ja. Maar dan. Want het zijn allemaal maar voorlopige dingen, hè? Het zijn voorlopige dingen. Ja, dat is altijd zo. Dus ergens in april komt er dan weer een berichtje binnen. Van wij hebben vastgesteld dat uw inkomen dat en dat en dat is. Ik weet zo niet meer op mijn hoofd. Ik weet alleen maar 1 bedrag. Het was 17 euro. 17 euro. Boven de grens. Ja. 1200 euro meneer, alsjeblieft, of je het even wilt terugbetalen. 2 dagen later kwam de Belastingdienst met een genereus aanbod om het bedrag in 2 jaar uit te spreiden en dan 50 euro per maand. Klopt hè? Dat is snel geregend. Nou, 60 min 50. Wow. Nou, daar word je echt blij van. Hier kom ik op een punt waarin we dus wel goed. Ik heb gelukkig nog een netwerk. Niet zo groot, maar toch wel een netwerk. Die af en toe zegt van, wij helpen jou uit de brand. Dus wat is er gebeurd? Een familielid heeft gezegd van, Erik, maak je niet druk. Hier heb je het geld, betaal af, klaar. Ik heb nu alleen nog een emotionele schuld. Geen fysieke schuld meer, want ik hoef het ook niet meer terug te doen, ook naar die persoon niet. Maar het voelt natuurlijk niet lekker, hè. Ik heb dat geluk wel. Maar had ik die mensen niet, dan heb je dus meteen een probleem. En met de belasting een probleem hebben dat je de dingen niet gaat betalen. Nou, dan kun je de donder op zeggen, dat wordt alleen maar groter. Als je een gezin hebt met kinderen en wat dan ook, en je krijgt allerhande toeslagen, dan beginnen ze overal daar om in eerste instantie af te halen. Dus die problemen worden alleen maar groter. Ik heb heel veel compassie met de mensen die dus, ja, net als ik, zeg maar in de bijstand zitten. Maar ook met de mensen die er niet bij zitten. Die net niet in aanmerking komen voor de voedselbank. Die 2 euro, hè, als je 182 is, dan mis je dus, nou laten we zeggen dat er pakweg 40 euro, 50 euro aan voedingsmiddelen en andere producten in zit. Dat is wel 200 euro per maand, hè? Je zit 2 euro erboven, krijg je het niet. Dat is ook Nederland. Al die regeltjes, al die dingen, al die grenzen. Ik snap wel dat ze er moeten zijn, maar het voelt zo oneerlijk. Ik krijg nu ook altijd wel reacties van... Jij wel bij de voedselbank, ik niet. Yeah. En dat is heel raar. Want wat heb ik, toen ben ik met die mensen aan het praten, die hebben zichzelf zo bezuinigd, zeg maar, dat ze een hele hoop dingen niet meer hebben. Die hebben misschien niet meer internet, die hebben tv eruit geknikkerd, die hebben allemaal geen kosten. Dan stijgt hun inkomen wat overblijft. En zo kun je dat dus in één keer, met heel die goede bedoelingen, kun je in één keer buiten de boot vallen. Ja mensen, wat ik al zei, ik doe dit nu een keertje maar aan het overberg. Het is elke keer weer een emotionele aderlating. Vooral als je dan terugkijkt aan bepaalde momenten, bepaalde dingen die je dan overkomen en waar je dan zomaar in één keer mee moet zien te handelen. En iedereen heeft altijd een hele hoop adviezen. Dat is altijd zo. Ik vind het zo raar dat je op een gegeven moment... Je wordt hartstikke creatief met alles. Maar als iemand anders gaat zeggen van... ja, moet je gewoon een beetje creatiever zijn. Dan zak ik mijn broek af. Want je zit in een bepaalde mood. Nou... het is heel lastig om jezelf overeind te houden. Om je waardigheid te behouden. Want dat gaat zo niet. Ik wil het hier graag bij laten. Ik hoop dat jullie een beetje mee hebben kunnen voelen waar ik naartoe wil. Er zijn hier in de zaal een hele hoop mensen die hebben ook zo'n ding, net als ik. En ik denk dat u ook van dit type verhalen zouden kunnen vertellen. En ik zou het heel fijn vinden als wij wat meer van die verhalen de wereld in krijgen. Want alleen maar door zo met... ja, met cijfertjes en dingen gewoon heel eerlijk te zeggen van, nou zo zit het nu bij mij. Als anderen daar ook doen, dan begint er een besef te komen dat wat er nu geregeld is, is niet genoeg. Alles gaat omhoog, we hebben de inflaties gehad en dit, dat gaat allemaal omhoog, maar de rest blijft allemaal hetzelfde. Dus ik laat het hierbij, als jullie het niet erg vinden. We gaan nog even iets anders doen om een beetje de... He, want dat heb ik dan ook wel. Jullie waarschijnlijk net zo. Of zijn jullie nou allemaal te springen van blijdschap? Denk het niet, hè? Nee, dat dacht ik wel. Oké. Okay. Ik wil even zeggen dat, misschien wel eerder zeggen, dat ik heel veel respect heb voor de mensen, voor iedereen die in die situatie zit, dat ze vaak zo positief zijn. Want dat is heel belangrijk. Ja, oké. Ja. Dat is moeilijk hoor. Ja. Nou, hij heeft heel veel waardering voor het feit dat mensen die in deze situatie zitten zoals ik, dat die dus positief blijven. En dat is heel moeilijk. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel.